We maken dit jaar samen met jou als luisteraar al 5 jaar de ochtendshow op Q-Music. Dank je wel daarvoor. Dat vinden we echt supergezellig. En er is heel veel gebeurd. En daarom ook deze week weer allemaal leuke fragmenten van de afgelopen 5 jaar. Ja, elke teamlid neemt zijn of haar favoriete fragmenten mee. En deze week is het de beurt aan de Golden Boy van de Nederlandse radio, Tom van de Intercom. Natuurlijk de man van ja of nee. Mattie en Marieke. Na een eerste date als eerste een berichtje sturen. Ja. Ja. Wat stuur jij dan? Bedankt. Ik zit even te denken wat ik tegen mij... Tot ziens. Nee, ja. Bedankt. Ja, nee. Ik heb dus een toilet waarbij die gewoon verdwijnt. Gewoon meteen plons. Als je echt met vaart een beetje hem eruit hebt kunnen werken, dan plonst die ook gewoon meteen zo door die zwanenhals. Echt waar? Dat is ook knap. Zo. Ja, ja, ja. En jij kakt echt een scheur in de pot, zeg maar. Ja. Je kakt zo het riool in. Je hoort gewoon een harde knal en dan... Hij komt er in Nieuw-Zeeland uit, als ik mijn best doe. Een soort kapietschiet is wat jij doet. Wildvreemde katten op straat aaien. Je merkt het wel wanneer een kat een beetje verlegen zit om een stukje aandacht. Ja, dan pak ik hem op en dan gaan we samen vogels kijken. Of dan lopen we even naar een speeltuintje in de buurt. Deze vrouw is helemaal doorgedraaid. Ik ken ook een kind die heet Henry III. Is hij van adel? Nee. Maar Henry III? Ja. Heeft hij een zwaard? Nee. Op je buik slaan na het eten. Bij mij is het denk ik een beetje hollig. Zo. Maar ik kan hem ook helemaal opzetten. Wat gebeurt hier nou weer, joh? Schelden als je je voet stoot. Ik scheld niet altijd, maar ik kan bijvoorbeeld ook als mijn kleine teen stoot, dat ik gewoon heel erg zeg, ja, doet pijn, gaat wel over, stop. Als ik echt goed met mijn teen stoot of zo, of struikel over een draad. In welke tekenfilm leef jij? Struikel over een draad. Welkom bij 5 jaar Mattie en Marieke, de leukste fragmenten van de afgelopen 5 jaar. Elke week, zoals je van ons gewend bent, is een van ons 5 de host. Tom, deze week ben jij het. Zeker. Heel benieuwd wat je hebt meegenomen. Nou jongens, als je zegt Q-Music, dan zeg je natuurlijk het foute uur. Als je het foute uur zegt, zeg je de foute party. Ja. En ik weet nog goed, 2 jaar geleden, toen stonden jullie, Mattie en Marieke, op het podium. Als 2 nachtegaaltjes mee te zingen met het publiek. Goed was dat, hè. Maar toen jullie aan het zingen waren op het podium, toen stonden Annemarie, Joe en ik achter de bar en we hadden eigenlijk een veel belangrijkere taak. Tom van de Intercom, Joe stagiair van de show en Annemarie Rozing staan daar aan de bar. En ze tonen een pilsje. Ze delen uit daar, hè? Ze delen uit. Hij denkt maar dat je alles mag van mij. Goed hoor, we kunnen ons wel onze eigen café gaan openen. Leuk. Ja, het mooie was, want als je goed kijkt, zie je Joe een slok nemen van het bier. Ik weet niet wat hij in zijn kopje had, maar die besloot, ik neem van ieder biertje dat ik weggeef zelf een slok. Nou, lekker. Oh, nou, corona was duidelijk voorbij, hè, Joe? Nou, ook graag bier voor mij. Ik denk, neem er even van. Zo, maar sowieso, jongens, was dit dezelfde foute party als waar we besloten met z'n allen op de foto te gaan met luisteraars. Maar ja, niet om op de borst te kloppen alsof maar wij de grootste... alsof we de grootste boyband of girlband waren. Ja. Maar er stonden iets meer mensen in de rij dan we hadden gedacht. Dat hebben we onderschat, hè? Ik vond dat heel intimiderend toen. Er stond echt... Ja. We hadden bewaking nodig zoals Justin Bieber. Dat was niet normaal. Niet te geloven. Ja, Adele, praktijken. Oh, we zijn gewoon Beyoncé tevreden. Nee, maar ook weer niet. Dan even wat anders, Matt. Elke ochtend op exact hetzelfde tijdstip maak jij exact dezelfde grap. Weet je waar ik het over heb dan? Als ik zeg eigenlijk niet. Tino voor 6. Oh ja, het is Tino voor 6. Ja, je bent er ook heel blij mee. Weet je eigenlijk waar die grap vandaan komt? Want die grap die komt helemaal niet uit je eigen repertoire. Is dat zo? Nee. Goedemorgen jongens, Tino voor 6. Jij bent erbij. Nee, ik wilde wat zeggen tegen jou buiten de uitzending om. Zeg het nu maar gewoon op de radio dan. Als jij zegt, het is 6:10, waar zit de naam Tino in? En dit is Tino Martin. Oh ja, en toen, ik weet nog dat ik dacht, nou, flauw. Ja! Ja. Verder. Toen wilde ik zeggen, nou, wat leuk, 6:10, Tino Martin. Maar inmiddels hebben die grap geadopteerd alsof het de jouwe is. Ja, dat klopt. Ik heb ook in de vakantie heb ik vaak nog dat soort liedjes in mijn hoofd. Och. Oh, ja, nee. Dat is erg. Hoor ik echt als een kistzak, horen we dat. Jongens, we hebben in de show natuurlijk geweldige acties, maar buiten de radio-uitzending hebben we natuurlijk ook, Joe en ik, laten we eerlijk zijn, geweldige video's gemaakt. Waanzinnig. Geweldig. Ja. Geweldig. Echt goed. Ja, eerlijk is eerlijk. We hebben watermeloenen laten oploffen, we hebben gekookt met steltangen. Het is eigenlijk te veel om op te noemen, maar ik heb er een paar meegenomen om te laten zien. Hoi, ik ben Joe Seer van de show. Hoi, ik ben Tom van Intercom. Elke dag krijgen we heel veel dingen opgestuurd. En nu hebben we toch iets bijzonders gekregen. Een trilplaat. Het is weer tijd voor een nieuwe challenge. Watermelon challenge. Oh, vreselijk.
Oh, fuck! Dit gaat het worden. Dit is nog nooit vertoond. En wij gaan het doen, hier. We gaan bakken en braden met een stijltang. Doe ondertussen wat voor jezelf. Pak het beslag er even bij. Pak ondertussen zelf een stijltang. Ah, tyfus. Ik zat tegen die krultang aan mijn mond. Kijk, hoor eens. Ja, dat klinkt goed. Intussen is mijn pakkoekje klaar. En dit is heerlijk. Dit is echt... Ah. Er is een lekkere pakkoekje gegeten. Ik heb tomatensoep gemaakt. Lekker. Moet je misschien wel even een ander shirt aan doen? Ik heb zelf gepureerd. Ja, oh, ik heb hem meegetrekken. Je trek. Echt zo goed trek. Oké. Komt ie, hè? Ja. Komt het treintje. Ja. Het is geen succes dit. Het is alles behalve een succes. Maar is die lekker of niet? Het is koud. Ik heb niet eens even opgewarmd. Nee, sorry, ik heb geen tijd voor. Ik ben er klaar mee. Ik wil naar huis. Dit is echt hartstikke leuk! Wat veel! Ja, veel gedaan, hè? Ik kwam trouwens ook nog een andere video van ons alle vijf tegen. Die is eigenlijk wel een beetje cringe, hoor. Oh ja? Oeh. Oh. Ik ben heel benieuwd wat er komt. Wat dachten wij? Maar je ziet het ongemak al heel erg in jouw gezicht als je als dat frietje staat te dansen. Ja, ik moest beginnen. Ja. Ja, vreselijk. Maar wie is hier het meest ongemakkelijk van jij? Allemaal? Ja, jij. Eentje. Ja? Ja. 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 Ja, ja. Annemarie, jij voelt je er ook niet prettig bij. Ik zie dit Rob Trip natuurlijk niet doen. Nou, deze experimenten waren natuurlijk allemaal hartstikke leuk. Maar er is één experiment, daar word ik nog steeds voor op aangesproken. En één van ons heeft daar maar 10 minuten van meegemaakt. Wij zetten aankomende vrijdag allemaal niet onze wekker. En dan gaan wij gewoon eens kijken of onze biologische wekker ons op tijd naar de studio drijft. Ik ben wakker. Het is later dan normaal. Ik weet het zeker. Het is gewoon echt rustig op de weg. Het is toch donker, maar ik heb verder dus echt geen idee hoe laat het is. Ik ben maar opgestaan, want ik kon niet meer slapen. Nou, 5 uur. Ik ga nu zien hoe laat het is. 7 minuten over 5. 7 minuten over 5! Ik kom 2 minuten hier binnen. Ja. Oh, wat goed. Eens even zien. Oh. Het is 5 over 6. Ik ben hartstikke op tijd. Wat jammer eigenlijk. Het is veel te druk op de weg. Ja, zie je, shit. Ik ben wakker geworden en ik deed het gordijn open en het is volle bak licht. Echt vreselijk. Ongelofelijke is gebeurd. De prinses is ontwaakt. Voordat wij wat vragen gaan stellen, inderdaad, je schaamt je zo. Deze vrouw heeft echt de biologische klok van een dood beest. Wauw, 9:50. Maar weet je wat niemand wist toen van het team? Ik was toen al zwanger. Maar dat kon ik toen natuurlijk helemaal niet zeggen. Nee. Dus dat was ik was heel moe toen. Nou, die tijden van uitslapen zijn nu wel voorbij. Zo, dat is nou echt voorbij, ja. Oei, we hadden trouwens onderweg naar de studio ook alle klokjes op de auto afgeplakt. Hè. Alle klokken waren afgeplakt. En we zagen nergens de tijd. Nee, we wisten het echt niet. Oké, jongens, we gaan nog iets verder terug in de tijd. Bijna 4 jaar geleden. Toen hebben we het in ons hoofd gehaald, ja, vraag me niet waarom, om een bruiloft in 1 week te organiseren. Live vanuit de Oranjerie van Landgoed Sandenburg. Het is daarop jouw antwoord. Ja, heel graag. Ja, heel graag. Dan verklaar ik hierbij dat jullie ceremonieel huwelijk is voltrokken. Ach, dit was zo'n leuk stijl. Ja, Gert-Jan en Marlon, die een kindje ook hebben, hè? Ja ook nog, ja. Echt leuk. We hebben de hele ceremonie live op de radio uitgezonden toen. Integraal hebben we geen liedje gedraaid. Nee, die Babs was lang van stof. Die Babs was heel lang, die is nog steeds lullen. En Suzanne en Freek wouden we ook nog zingen. Een week eerder wisten ze eigenlijk nog niks. En dan een week later ben je aan het trouwen op de radio.
Ja, jongens, we hebben hier in het decor allerlei spullen van vijf jaar Mattie en Marieke. En ik wil één ding toch even uitlichten. Dat is het draaiboek. Oh ja, dat geef je ons elke ochtend zo rond. Wat is het? Tijdens het eerste liedje of zo kom jij binnen? Natuurlijk ontzettend belangrijk. Ja. Helemaal voor Mattie. Ja, en ik moet kijken wat ik aan het doen ben. Ja, dat is heel belangrijk voor jou. Maar ja, we lopen ook altijd een beetje op ons tenen. Want als jij slecht geslapen hebt, het draaiboek moet altijd hetzelfde zijn. Dus als het dubbelzijdig is geprint, dan flip je nog net niet de pan uit. Ja. Het nietje moet op de juiste manier zitten. Dus wij weten eigenlijk ook niet zo goed wat jij nou altijd wil. Dit is het draaiboek wat ik normaal uitprint voor Mattie en Marieke. Alleen Mattie was er niet zo tevreden mee toen hij een dubbelzijdig draaiboek kreeg. Toen hebben we hem verschillende soorten draaiboeken gegeven. Een hele kleine. Is dit nou weer? Wat een theater. Wauw, ik kan nog lezen ook. Maar vandaag denk ik dat we het juiste formaat voor Mattie hebben gevonden. Ik denk dat dit... Het is wel goed. Wow! Dit is ook je formaat. Zo! Wow, kijk dan! Dit is geweldig, jongen! Nee, ja, ik ben gewoon heel gevoelig voor als iets niet hetzelfde is als de dag ervoor. Met verandering. Dan gaat het niet goed. Ja, ik heb moeite met verandering. Ja, dubbelzijdig print is wel beter voor het milieu. Ja, dat weet ik, maar dat interesseert me. Ik wil gewoon, zeg maar, gewoon omslaan. Dubbelzijdig printen bij meerdere documenten, dat vindt niemand lekker. Laten we eerlijk zijn. Dat vindt gewoon niemand lekker. Nee, maar echt niet. Want dan houd je zo af, dan draai je het om en dan denk je, huh? En dan, huh? En dan schuif je het zo op en dan, dat is gewoon niet fijn. Nee, nou, dat weten in de comments, printen dubbelzijdig. Nee, dus, maar ik vond dit heel grappig, ja. Ja, mijn persoonlijke hoogtepunt, jongens, is toch wel, het klinkt heel lullig, jullie hadden corona, jullie zaten thuis. Oh ja. Ja. En toen... Dit is echt de ene dood is de andere dood. Ja, toen grepen Joe en ik onze kans. Ja, op dit moment hebben wij ook eigenlijk de lijnen verbroken met Mattie en Marieke. Ja. We claimen gewoon nu even de zender. Dus het is tijd voor het volgende. De Tom en Joe Show. Ik weet alleen nog niet zo goed wat we dan moeten doen. En we mogen ook de muziek bepalen natuurlijk. Hey, precies, precies. Ja. Nou jongens, wat een gezelligheid op je vrijdagochtend. Ik ga zwemmen in de Kali-Lemmen. Jij vertelde wel, jullie waren toen wel oprecht zenuwachtig. Ja, nou ja, kijk, we hadden de verbinding met jullie verbroken. Toen konden we het eindelijk zelf een keer proberen. Normaal dan weet je dat papa en mama achter je staan en die vangen je op als het fout gaat. En nu ga je opeens zonder zijwieltjes het zelf proberen. Jongens, onze eindredacteur, dat is Marlies. Topper. Marlies, fantastisch. Als je kijkt... En Mattie, die werkt al 10 jaar samen met Marlies. Kan niet iedereen zeggen dat ze de 10 jaar halen, maar Marlies wel. Ja. En Mattie, toen jullie 10 jaar samenwerkten, toen heb jij echt uitgepakt. Toen heb je echt iets speciaals voor haar geregeld. Mooie gelegenheid voor een keer eens een bos bloemen. Mattie Valk is een keer attent. Maar ik kwam daar wat laat achter. Dus ik schiet bij mij nog even de Jumbo in. Nou moet ik zeggen, het aanbod was niet reuze. Jij hebt gewoon 20 tulpjes gehaald. Ja. En dat is prima. Maar het is geen bos die je aan iemand geeft met wie je al 10 jaar samenwerkt. Ik loop terug van de supermarkt naar huis. Maar dan kom ik onderweg kom ik mijn auto tegen. Ik kom namelijk langs mijn parkeergarage. En ik ken mezelf. Ik dacht, als ik nu die bos bloemen mee naar huis neem, dan vergeet ik ze morgenochtend. Ja. Dus ik leg dat bosje tulpen leg ik op de achterbank. Leg je alvast in de auto, ja. Ik rijd 's morgens hier naar mijn werk. Ik pak dat bosje erbij. Alles slap. En het was al een verdrietig bosje. Toen ben ik naar Marlies gegaan. Ik zeg, luister. Het spijt me heel erg. Ik had een heel mooi bosje voor jou. Zei ze, ja, na 10 jaar kan je me dit niet geven. Nee. Nee, dat weet ik. Maar wat heb ik toch een scheidhekel aan bloemen. Dat je dat niet even 8 uur alleen kan laten. Waarom kunnen die dingen niet even 8 uur zonder water? Mat, als jij op dinsdagavond een bos tulpen op de achterbank legt en verwacht dat het de volgende ochtend nog een leuk bosje is. Hoe naïef ben jij? Je bent toch 37? Ik hou niet van bloemen en ik weet nu weer waarom. Kun je niet gewoon iets anders geven? Ik heb nu tegen haar gezegd, we gaan een keer eten. Oh. Dus dat komt wel goed. Nou, het is wel een upgrade. Van 20 en, zijn jullie gaan eten? Nee, dat moet nog. Ja, dit is al zo lang geleden. Goed, tot zover 5 jaar Mattie en Marieke. Volgende week zijn we er weer. Ja, volgende week dan ben ik aan de beurt. Ik heb heel veel zin in. Ik heb al allemaal leuke dingen en zo uitgezocht. Wij gaan tijd maken, Anne-Marie. Ik wel. Ik zit er klaar voor, nu al. Wij hopen jij ook. Schrijf die vrijdag maar af. Tot volgende week. Tot volgende week. Echt leuke fragmenten over Kiki en zo, onder andere. Ja. Mattie en Marieke. Mattie en Marieke.